Goedemiddag Rachid, je spreekt met Martijn Mastenbroek. Ik ben een verslaggever van de Eendracht Ypenburg, de lokale krant. Ja. En je hebt zojuist een persberichtje gestuurd. Ik zat gelijk rechtop op mijn stoel. Ik dacht, nou dat is toch wel wat. Ja, over bomen. Over een bomenkap van 1200 bomen, Marlies. Zou ik jou daar heel kort een minuutje over telefonisch mogen interviewen? Dan wil ik dat opnemen en op YouTube zetten bij ons op de website. Ja, ik zit in de auto, maar dat is goed. Oké. Even wachten, dan start ik hem even op. Aan de telefoon D66 raadslid Rachid. Rachid, goedemiddag. Goedemiddag. Jij luidt de noodklok met jouw partij over de aanvraag van een bomenkap in Ypenburg van maar liefst 1200 bomen. Hoe is dat nieuws bij jullie terechtgekomen? Dat 1200 bomen, dat schrokken we ontzettend van. We dachten, wat gebeurt hier dan? Dat zijn wel ontzettend veel bomen en daarom willen we precies weten waarom dat gebeurt. Wat is de noodzaak? Wie gaat erover? Wie heeft de vergunning gegeven? Welke onderzoeken zijn er gedaan? We willen gewoon alles weten, zodat we daar, als wij dan over gaan, er een afweging over kunnen maken. Heb jij enig idee wat de reden moet zijn, de achterliggende gedachte van de bomenkap? Zijn ze ziek bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Dus ik weet het niet. Ik dacht dat het, je hoort zo dat het te maken heeft met een uitbreiding van TNO. Maar ik weet het dus niet. Dus, en daarom heb ik die vraag gesteld. Want dan krijg ik antwoorden op die vragen en dan kunnen we kijken wat we er verder mee doen. De gemeente Den Haag moet daar straks over oordelen. Is dat nog een beslissing die nog in de gemeenteraad voorbij gaat komen? Hebben jullie daar nog zeggenschap in? Maar zelfs dat weet ik niet. Of de gemeente Den Haag erover gaat of het Rijk erover gaat. Dus dat moeten we allemaal uitzoeken. Daarom heb ik die vraag gesteld. En nu wacht ik die vragen af, want er is best veel onrust in de Ypenburg ontstaan. En die onrust die hebben wij ook. En dat wil ik wegnemen door antwoorden te krijgen op die vragen. Je hebt de antwoorden gestuurd naar de gemeenteraad van Den Haag. De vragen. Verwacht jij binnen korte termijn, heb je ze nog een termijn meegegeven dat je absoluut antwoord wil hebben? Ik neem aan zo snel mogelijk. Ja, vaak krijgen we binnen 3 weken antwoord en liefst zo snel mogelijk. En ik hoop ook dat het college ze zo snel mogelijk beantwoordt. Want die onduidelijkheid die er nu is ontstaan, die moet gewoon snel mogelijk worden weggenomen. Even voor onze luisteraars en kijkers naar Telstar Online. Op het moment dat de antwoorden binnen zijn, publiceren jullie dit, denk ik. Waar kunnen we dat terugvinden bij jullie op de website? Het komt op onze website, maar de gemeente publiceert het ook. Dus zodra ze er zijn, dan zal ik die naar jullie toesturen. En dan weet iedereen wat de redenen zijn om onder die bomen eventueel te kappen. Oké, Rachid, dankjewel voor je medewerking en de informatie. Graag gedaan. Oké, groetjes. Dank je. Dag.